tweeling, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 37. En dat is van maandag 9 september tot en met zondag 15 september. Is dan de kaart is goed om te kijken wat deze week voor de tweeling gaat brengen. Het lijkt tweeling alsof er deze week wat twijfel bij je is. Ik heb het gevoel dat je heel duidelijk wel je plannen voor jezelf helder hebt. En ook met wie je zou willen doen. Want ik heb het idee dat er een heel stuk samenwerking is. Maar je voelt je er af en toe wat onzeker in. En ik heb het gevoel dat dat misschien niet meteen aan de buitenwereld getoond wordt. Dat het vooral een stuk is wat in jezelf zit. Alsof je niet goed genoeg zou zijn. Of was het dat je bang bent dat het eigenlijk niet gaat worden wat het is. Het kan zelfs zijn dat je er misschien wel wat dromen over hebt. Of dat je wat geluiden erover hoort. Hè, die niet per se bedoeld zijn voor jou. Maar die je heel erg wel persoonlijk gaat aantrekken. Want het is echt een stukje binnenwereld waar die onzekerheid speelt. Aan de buitenkant lijkt het eigenlijk gewoon te gaan zoals je dat wil dat het gaat. En zullen mensen ook denken dat het wil zoals het gaat. Hè? Dus het is echt je binnenstuk waar je zo twijfelachtig kan zijn. Ik zou ook zeggen, probeer er ook eens wat over te praten. Misschien zul je dan zien dat het helemaal niet nodig is. Hè? Maar het is vooral het stukje ja, dat uit jezelf komt. Dus kijk daar ook voor jezelf goed naar. Dat het eigenlijk misschien wel helemaal niet nodig is om je zo onzeker te gaan voelen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.